We zijn hier op het vlot, zo noemen we dat, van de roeivereniging Amicus aan het Wendelgoor. Het mooie Wendelgoor hier in Almelo. Amicus is een roeivereniging die bestaat vanaf 1987. Toen werd hij opgericht door een stel fanaten op het punt van de roeisport. En sindsdien zijn we eigenlijk hier gevestigd. Zoals je ziet is Amicus gelegen aan een prachtige plek, het Wendelgoor. We hebben het mooiste roeiwater van Nederland. Iets samengesteld, we hebben jeugdleden, we hebben oudere leden. En uit alle hoeken en gaten van Almelo, maar ook uit Wierden en andere plekken in de regio komen leden bij ons roeien. Amicus heeft een kleine, maar gezellige groep jeugdleden. De jeugd leert bij ons spelende wijs roeien en sturen in verschillend materiaal. Met hun natuurlijk balansgevoel leren zij over het algemeen al vlot roeien in een eenpersoonskif. Als je wil, mag je natuurlijk altijd. We hebben een heel breed assortiment aan boten. Dus je kunt ook als beginnende roeier hier prima terecht. Waarbij we dus boten hebben die een stuk breder zijn, waarin je het ijs eigenlijk heel goed kunt leren. En deze boten die gebruiken we ook voor onze toertochten. Want je kunt hierin met z'n tweeën sturen. En waardoor je dus om het half uur de stuurlieden en de roeiers kunt wisselen. Waardoor je het heel lang vol kunt houden. En dat maakt het een stuk gezelliger om te roeien. De jeugdleden die de mogelijkheden en capaciteiten hebben om door te willen groeien in de sport, kunnen die mogelijkheid bij ons ook krijgen. Zo zijn de zusjes Veldhuis ook ooit bij ons begonnen en zij doen nu mee in de nationale top. Alle jeugdleden mogen bij ons ook deelnemen aan toertochten voor volwassenen. En we organiseren met enige regelmaat ook leuke activiteiten voor de jeugd om het groepsgevoel te versterken. Dus, hou je van sporten in de buitenlucht en geniet je van een waterrijke omgeving, ben je bij ons aan het goede adres.